Bom, Goedemorgens. Ik zal je wat vragen. Zit je in Hannes naar Wereldhotel? Inderdaad. Maar dat is voor de volgende vlog. In deze vlog, de vorige week, van dinsdag tot dinsdag. En je kunt niet winnen. Blijven kijken. Voilà, zeg. Logisch in Leuven. Theo en René komen tot hier. We gaan trainen op de piste vandaag. Ja. Zou je gaan kijken als ik een vlog maak? Wie vraagt je eigenlijk? Wat? Aan mij kijkers. Aan mij drie kijkers. Aan mijn drie kijkers. Okay. Zou jij kijken? Zou jij kijken? Ja. Als een baat een vlog maakt. Een vlog maak. Ik zou het wel gaan doen. Ah, voilà. Dan gaan we dat doen, baat. We maken een vlog. Bring back baat. Easy. Risa, kun je jullie wisselen alsjeblieft? Kleine korrels, klein paard. Grote korrels, groot paard. Nee? Oké. Okay. Ah, welkom terug in Leuven. Ik dacht ik kan s'avonds trainen rond een uur of 6:30, 7. Dan zal het warmste wel door zijn. Niks van. Nog altijd 30 graden. Maar wel, geen probleem. Wat ga ik doen? 3 keer 1200, een paar 200. Niks crazy. Altijd mijn trainingen. Degene waar je 3 paar schoenen voor nodig hebt. Hè? Opwarmen. 1200. 200. De 1200 zitten erop. Ik moet eerlijk zijn, ik ben ook blij dat het erop zit. Dat is zweten als een rund. Ik kan nog 5 keer 200 doen, gewoon cruisen. Wel op spikes. Uiteraard. Ik weet het niet, maar het is pittiger dan ik gedacht had. Ah. Ga je Belgisch kampioen worden, Marie? Morgen best niet, hè, want dan heb ik de reeks en het morgen. Ah, ten mee. De laatste 30 dan terug, voilà. De nari kloppen. De nari kloppen is zo. Dan wordt het Belgisch kampioen. Dat is proclamatie. Die zomer zijn twee soorten mensen in het leven. Hè. Zij die afstuderen. Ik, hè. Ja. Cindy wou graag natuurlijk komen mee rijden met papa. Alles, hè. Nice, hè. Pik dus op de god. We gaan weten. Burger Day! Gaan we winnen? Ja, dat mag ik hopen dat we gaan winnen. Jij bent al niks aan het bakken in een atletiek. Ik hoop dat die man het land gaat verdedigen. Want anders komt er niet veel van in de half 6 jaar. Nee, maar dat is er niet, hè. Ja. Doe me kalm. Olie gecheckt. Koelwisselstof gecheckt. Ik ben een van die freaks die dat ook doet. Eigenlijk zou iedereen dat gewoon moeten doen, maar niemand doet dat tegenwoordig. Lange rit. Vandaar dat ik dat zo gedaan heb. En... Ja, ik heb hem ook pas juist gemaakt. Bijna een auto, bijna gemaakt. Steek terug in één. Ik hoop dat alles werkt. Dat terzijde, ik rij naar Meeuwengraat-Rode nu. David van een paar vlogs geleden. Ken je hem nog? Ethiopisch lover. Ik ga David daar ophalen en dan rijden we door naar Nijmegen. Naar Theo. Under the car is hot, hè? Under the car? Het is also hot in the car. The AC belt is still off. So we have no AC. No problem. Yeah. Where are the windows open? Yeah. It's gonna be nice. That was good. You want me to explain what that toverijst is? Alright. Gezien dat we vol in het wedstrijdseizoen gaan komen nu en ik altijd s'avonds moet lopen, is het nog niet onlogisch om ook s'avonds te trainen. Het maakt natuurlijk dat ik een hele nacht echt niks te doen heb. Er zijn wel wat werkkantoren, wat papierwerken. Aan het vloggen, uiteraard. Maar als je Discovery Channel kunt zien, dan weet je dat je echt niet veel om handen hebt. Zelfs komt er een journalist langs, van, ik denk, Gelderlander. Die mannen vroegen hun eigen af dat ik in godsnaam hier kom zoeken. Dus ik ga het even uitleggen. We gaan om 7 uur trainen. Ik denk dat om 8 uur de match van de Belgen is. De halve finale. Dus heel het land zit voor hun tv. En ik ben rondjes aan het lopen op een piste. Weer al. Dus dat is dat. Ga met jouw auto mee, joh. Komt jij ook mee met mijn auto? Ik ga niet mee. Voor training? No. Also try to make your clothes, a video. No, he's no. Making a video. Yeah, I know, but yeah. I pick up a shirt. I'm wearing a pants looking like a lady, I'm gonna make you look like you run like a lady. Yeah, that is good. That's what I'm gonna do. Let's see. First go. My right. Let's go. I see a dead man. Huh? You see a dead man? Yeah, I see a dead man. Who? 9 times 600. Oh, you'll be a dead man. Just op tijd terug voor het einde van de match. We staan achter, dus
Ik ga dat fixen. Nu dat ik kom kijken, dan gaan we binnen. Geen paniek. Kom in orde. Kevin! Oeh, Romulo, jongen! Tringel, bom, bom, tan, tan. Tringel, bom, bom, tan, tan. Voor wie de vlogs volgt, kennen die ongetwijfeld al. Ik ben terug in Nijmegen de laatste voorbereidingen aan het leggen op de komende wedstrijdperiode. Een van die wedstrijden is uiteraard de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder. Sport, frieten, bier, Belgisch er kan niet. Ik loop daar de 1500 meter. Voor mij een van de laatste kansen om mij alsnog te plaatsen voor het Europees kampioenschap van volgende maand. De organisatie heeft mij 10 tickets weggegeven. 5 duo tickets. Die zijn te winnen. Poepsimpel. Geabonneerd u op mijn YouTube-kanaal en geantwoord op de reactie van deze post met hashtag PrayForPJ. Van alle mensen die dat doen, jullie maken kans op een van die 5 duo tickets. Doe dat.